Ik sta hier in het Stedelijk Museum. Wat voor een tentoonstelling is erin? Of stel je zelf eerst even voor je wat je functie hier is. Nou, mijn naam is Azinta Plantenga. Ik ben kunsthistorica en ik was assistent van de conservator voor deze tentoonstelling. Wonen in de Amsterdamse school. Misschien kun je de belangrijkste kunstenaars opnoemen. Michel de Klerk is een hele belangrijke architect. Hij wordt gezien als een soort culturele leider van de stroming. En hij was een heel inspirerend figuur. Betrok heel veel van zijn vrienden bij zijn projecten en iedereen was door hem geïnspireerd. Hij was heel goed bevriend met Piet Kramer, Pieter Lodewijk Kramer. Samen hebben zij heel veel woningbouwprojecten gebouwd in Amsterdam ook. Spaarndammerbuurt en de Dageraad. Allebei zijn dit grote architecten. Dan is er ook nog de beeldhouwer, Hildo Krop. Die heeft heel veel beeldhouwwerk gemaakt voor gebouwen, maar ook autonoom werk en ook heel veel meubelen gemaakt. Aan hem is ook een zaal gewijd. Had hij ook niet beelden bij Brugge gemaakt? Ja, hij heeft heel veel beeldhouwwerk gemaakt voor bruggen door heel Amsterdam verspreid. Bruggen die bijvoorbeeld ontworpen werden door Piet Kramer. En dan maakte hij het beeldhouwwerk daarvoor. En dat heeft hij gedaan voor bruggen, maar heel veel gebouwen ook. Dus ja, dit zijn drie hele belangrijke mensen die ieder een eigen zaal hebben. Verder hebben we een zaal met andere architecten die ook in de Amsterdamse schoolstijl werkten. Dus die hebben heel veel gebouwen gemaakt in die stijl, maar ook meubelen. En wij laten dan weer de meubelen zien van deze mensen. Dan hebben we andere mensen die dan niet als architect bekend stonden, maar wel vormgeving maakten in deze stijl. Zoals Jaap Gidding, die bijvoorbeeld het tapijt van Tuschinski heeft gemaakt. Daar is hij heel bekend van. Nou moet ik zeggen over dat tapijt. Ik dacht altijd, dat heb ik dus verkeerd gedacht, dat het Art Deco was. Want het lijkt wel heel erg sterk daarop. Is het dan weer een voorloper van de Art Deco? Nou, het kan gezien worden. Amsterdamse school wordt beschouwd als een soort vorm van de internationale Art Deco. Dus Art Deco was inderdaad in die tijd, kwam het op. En overal, op verschillende plekken, is het op een iets andere manier geïnterpreteerd en te zien. Dus Amsterdamse school is echt een hele Nederlandse vorm van de Art Deco. Maar we hadden ook bijvoorbeeld de Haagse school. En dat is heel strak en heel recht. En dat kan er ook wel een beetje bij worden gezien. Dus het is inderdaad in die tijdsgeest. En Tuschinski zelf is, de bioscoop Tuschinski is deels Art Deco, deels Amsterdamse school. En deels volgens mij ook nog een paar andere dingen. Maar inderdaad die ontvangsthal, die entreehal, dat is echt wel Amsterdamse school. Dat is de grillige vormen, de felle kleuren. Ja, dus, maar ze ligt er wel dicht bij elkaar inderdaad. Ja. Dus, Misschien is het leuk om nog even te vertellen dat jullie ook een samenwerkingsverband hebben met het schip. En ja, want het is precies 100 jaar geleden dat de term Amsterdamse school voor het eerst werd gebruikt. Het was tijdens de oplevering van het scheepvaarthuis, waar we ook een zaal aan hebben gewijd. Thank you.
Het scheepvaarthuis is tegenwoordig het Grand Hotel Amrad. En wij hebben dus een samenwerkingsverband met de grootste Amsterdamse schoolgebouwen en organisaties in de stad. En het zijn het Schip, Grand Hotel Amrad en het Stedelijk Museum en volgens mij ook Arkam. En ik denk ook nog een paar andere dingen. Maar samen vieren wij dus 100 jaar Amsterdamse school. En dat is, daar hebben we activiteiten voor, arrangementen. Er is een busreis tussen het Schip en het Stedelijk Museum. Waar langs de grootste hoogtepunten gaan van de Amsterdamse school. De architectuur, de bruggen en zo.